De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. Toen Jezus aan het kruis hing, stond het volk toe te kijken. Maar de overheidspersonen lachten hem uit en zeiden: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden, als hij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn. En ook zij voegden hem spottend toe: als gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: dit is de koning der Joden. Ook een van de misdadigers die daar hingen hoonde hem: zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de andere strafte hem af en zei: heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl jij toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij ondergaan dat vonnis terecht, want wij krijgen wat we voor onze daden verdiend hebben. Maar hij heeft niets verkeers gedaan. Daarop zei hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem: voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Christus koning. Goede vrienden, vieren we deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Volgende week springen we weer de advent in, de voorbereiding op het kerstfeest. En dat Christus koning evangelie, dat brengt ons naar Palmzondag toe en naar Goede Vrijdag. En Jezus, die hangt daar aan dat kruis en die ene moordenaar, die laat zich meeslepen door wat die mensen allemaal zeggen. Die gaat daar helemaal in op. En die spreekt Jezus op dezelfde brutale en ondoordachte manier toe, zoals het volk doet dat staat toe te kijken. Maar die andere moordenaar, wat wij dan noemen een goede moordenaar. Een moord is per definitie natuurlijk nooit goed, want dat moet je aan God overlaten en niet aan jezelf. Maar die goede moordenaar is daarom zo goed, omdat hij weliswaar die daden gedaan heeft, maar zich los weet te maken van de praat van de mensen om zich heen. Hij kijkt dieper. Hij kijkt ondanks het feit dat er iets gigantisch mis is gegaan in zijn leven, heeft hij de capaciteit om daar doorheen te kijken naar de rechtvaardigheid van Jezus. Zijn zicht is niet vertroebeld door zijn eigen daden die hem tot de ondergang hebben geleid. En dat, goede vrienden, dat is iets nastrevenswaardig, ook voor onszelf. Dat wij altijd in ons gebed bidden dat God ons innerlijk oog mag verlichten. Want dat zie je dus bij die goede moordenaar, zie je dat gewoon gebeuren. En doordat hij die blik zuiver weet te houden in zijn leven, ondanks zijn fouten, dat geldt ook voor ons. Wij doen ook allemaal dingen dat je zegt achteraf, had ik beter niet kunnen doen. Dat je dat oog zuiver houdt en op die manier naar Jezus kijkt. En dan met dat oprecht, met die oprechte eigenschap, ga je naar Jezus toe en zeg je: denk aan mij wanneer je koninkrijk bent. Als je dat kunt zeggen op je sterfbed, dan is het inderdaad voorwaar, ik zeg u. En de rest, dat komt er vanzelf.
En zo zijn telkens weer die evangelies die wij lezen, elke zondag weer opnieuw. We beginnen met een nieuw jaar in die advent volgende week. Die zijn er telkens op gericht om ons een hart onder de riem te steken, om nooit te wanhopen en God het laatste woord te laten hebben. Amen.